Meneer de eer-gouverneur, dames en heren Schepenen, volksvertegenwoordigers, gemeenteraadsleden, sponsors, alle genodigden. Verleden jaar hadden wij ongeveer in dezelfde periode, dezelfde datum bijna, hadden wij ook een nieuwjaarsreceptie. En toen hebben wij elkaar, en dat was gemeente, en vandaag zal dat niet anders zijn, een goed jaar toegewenst en voornamelijk een goede gezondheid. En als we terugkijken op het vorig jaar, hoop ik dat iedereen van u kunnen terugkijken op een jaar dat inderdaad goed geweest is, op een jaar dat inderdaad gezond geweest is. Maar ook in onze vereniging, als we dat eens bekijken, en ik kijk gewoon naar de spelers die we toen hadden, want er toen 25 spelers, die op diezelfde nieuwjaarsreceptie dezelfde wensen gaven en kregen. En van die 25 spelers is het niet overal zonder kommer en kwel geweest. Ik denk dat vorig jaar op de nieuwjaarsreceptie Daniel de Oliveira, Xavier Lucien, Wesley van Belle en zeker ook Miguel van Damme niet zullen gedacht hebben dat het jaar dat voorbij is voor hen zoveel ellende zou gebracht hebben. Hopelijk mag iedereen van ons, iedereen van u en jullie dierbaren, daar in 2017 van gespaard blijven. We hebben ook een jaar, als we terugkijken, waar we eigenlijk in twee competities gespeeld hebben. De eerste helft van het kalenderjaar speelden we in tweede klasse. De tweede helft van het kalenderjaar spelen wij in 1B. Beide competities kunnen we zeggen, tweede helft vorig jaar, eerste helft dit jaar, dat wij als bestuur, als sponsors, als supporters, als iedereen vrijwilligers, iedereen die betrokken is bij Cycle, technische staf, administratie en ga maar door, dat al die mensen meer gehoopt hadden van het eerste halfjaar en eigenlijk ook van het tweede halfjaar. Wat we wel kunnen als een meevaller beschouwen, denk ik, is dat wij met onze jeugdploegen wel gebleven zijn waar we dachten te kunnen blijven, dat wij gemiddeld zeer goede rangschikkingen haalden, dat wij gemiddeld bijzonder veel talent hebben en voornamelijk dat één jaar verder dat veel van die spelers, jonge spelers, een jaar beter voetballer geworden zijn en hopelijk ook, en ik ben ervan overtuigd, samen met hun trainers ook een jaar betere mensen geworden zijn op weg naar hun volwassenheid. We hebben ook vorig jaar ter gelegenheid van die jaar het gehad over iets wat ons en anderen bezighoudt, namelijk het stadiondossier. En als we kijken naar 2016, hebben wij naar de buitenwereld toe weinig beweging gezien. En hebben wij ook als Cercle en bestuur van Cercle gedacht, gedroomd, gehoopt dat het sneller vooruit gaat. Dat het niet sneller gegaan is, kunnen we niemand verwijten en zeker ook het stadsbestuur niet. Maar we kunnen alleen maar denken en achteraf bekeken, zeker zijn, dat we misschien te veel gehoopt en te veel gedroomd hebben op die korte tijd. Vandaar dat we zeggen, wat we zeker hebben overgehouden is de wil bij het stadsbestuur. En voor zover ons bekend, ook bij de volledige gemeenteraad, wat betekent ook voor de oppositie in de stad, om toch door te gaan en werk te maken van dat stadion en terzelfde tijd ook de goede relatie te houden met de twee Blugse ploegen en voor wat ons betreft zeker met deze vereniging, maar aan de stad kunnen we zeggen, die liefde is wederkerig. Op het einde van het kalenderjaar hebben we ook bekendgemaakt dat de Raad van Bestuur van Cercle, en daar bedank ik ook de collega's binnen die Raad van Bestuur, dat wij toch een aantal maanden gedacht hebben, hoe moeten wij nu verder met Cercle,
op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. En het einde van het jaar, november weer bepaald, hebben wij het besluit genomen en ook voorgelegd aan de algemene vergadering dat het belangrijk is voor Cercle dat we het kapitaal meer openzetten voor externe partijen dan de kring waarin we vandaag ronddraaien en waarvoor we nog altijd uitermate dankbaar zijn dat al die mensen samen toch 3 miljoen hebben samengebracht, wat toch een niet te verwaarlozen bedrag is in de organisatie die we zijn en in de economische tijden die we vandaag meemaken. Dus dank u voor al diegenen die geïnvesteerd hebben, die het blijven doen hopelijk, en zeer zeker ook dank aan de algemene vergadering die ons volgt in deze redenering. En nu staan wij in de eerste paar weken van een nieuw jaar. Een nieuw jaar waarbij wij in ieder geval binnen Cercle vertrekken vanuit de idee dat we alles moeten houden wat goed is en voortzetten wat goed is. En daar waar we kunnen beter worden, beter zijn, beter werken, dat we dat ook moeten proberen. Vandaar dat we zeggen, we hebben jaren geschiedenis achter de rug van 2 eeuwen geleden gestart zelfs. En we zijn daarom geen 2 eeuwen oud. Maar we hebben een langdurige geschiedenis achter de rug met waarden die we willen blijven aanhouden, met ideeën die we blijven willen realiseren. Maar waar we kunnen beter gaan, moeten we dat ook doen. We zijn onze belofte of onze ambitie niet vergeten, die we uitgesproken hebben na die meer dan ellendige wedstrijd tegen Mechelen 1,5 jaar geleden. En de periode die daarop volgde, hebben we de ambitie uitgesproken. We willen op 3 jaar tijd terug zijn. We zijn halfweg. Niet in het resultaat, maar wel in de tijd. Dus dat betekent dat we nu op korte termijn toch wel hopen een weg af te leggen. En jullie hebben gezien dat wij inspanningen hebben gedaan. We hebben inderdaad nieuwe spelers aangetrokken. We hebben geprobeerd om onze ploeg te versterken. Omdat wij nu eenmaal zeker zijn dat er nog altijd niks beslist is. Wat wij in ieder geval geplukt hebben, zijn ook de inspanningen van maanden om met Monaco tot een sportieve samenwerking te komen. En daar hebben wij nu echt de eerste resultaten van gezien. En dat zou ons toch moeten vergemakkelijken om onze ambities van het terugkeren toch te realiseren. Sedert de start van 1B, we wisten ook niet waaraan we begonnen, hebben we inmiddels toch wel een aantal zaken gezien. Onder andere dat sportief succes niet zo eenvoudig zal zijn. Wij zien dat de budgetten die gepaard gaan nu met spelen in 1B, dat een pak meer is dan in tweede klasse. In tweede klasse kon je perfect overleven en in tweede klasse blijven met een budget van 2 miljoen. Vandaag in 1B moet je om op veilig te spelen, moet je praten over budgetten van 4 miljoen en meer. En dan heb ik het niet over Antwerpen en Lierse, die ook in onze competitie spelen en die uiteindelijk praten over budgetten van 8 miljoen en meer. Dus daartegen moeten wij concurreren. En zoals we weten en al dikwijls gezegd hebben, een sportief paradijs, succes met Cercle, kunnen wij niet boeken als wij geen gezonde financiële funderingen hebben. Vandaar het belang dat wij inderdaad die financiële structuur van Cercle in 2017 willen versterken, mede door externe inbreng. En als we zeggen, we willen dat, dat betekent ook dat we willen aan werken. Dat we ervoor aan het werken zijn en dat het totaal voorbarig is om vandaag vooruit te lopen en te zeggen waar die resultaten ons toe leiden. Maar 1 ambitie blijven we daar hebben als bestuur. Dat is dat we voor het einde van dit seizoen, en dan bedoel ik wel einde juni, ten laatste de oplossingen hebben die we nastreven. Het belang van Cercle op lange termijn dienen door bijkomende middelen te
te realiseren, op te halen. En dat kan niet bij de beperkte kring van mensen die al zoveel inspanningen gedaan hebben. Met dit vooruitzicht, met bijkomende inkomsten wellicht ook, moeten wij proberen om op de kortst mogelijke tijd inderdaad terug te keren naar 1A. De huidige competitie 1B is misschien wel voor waarnemers zeer spannend. En journalisten hoor ik ook dat er beter gevoetbald wordt dan in tweede klasse. Dat klopt allemaal natuurlijk. Maar kan je zeggen, het is voornamelijk voor de neutrale waarnemer zeer interessant. Maar vooral de ploegen die erbij betrokken zijn, kan ik u verzekeren, is het wel zeer spannend. Want vandaag, het einde van de week, over 6 weken is de reguliere competitie gedaan. Eind februari. Dus wat betekent dat er nu nog niks bekend is. Niet wie kampioen speelt. Niet wie degradeert. Niet wie bij de eerste 4 is. Niet wie bij de laatste 4 is. En ook niet wie er desgevallend met Roeselare die eindronde zal spelen. Dus niets is bekend op 6 weken van het einde van de reguliere competitie. Nu, spannend is het, maar spannend is het ook voor alle ploegen om erin te blijven, om bovenaan te blijven, om periode titel te halen en al die zaken meer. Tuurlijk is het spannend. Tuurlijk is het voetbal beter. Alleen koken kost geld en dat weten we allemaal zeer duidelijk. Maar ook in 2017 ligt dat stadiondossier nog altijd op tafel. Soms zegt men, dat hebben wij niet gezegd, maar soms zegt men dat het jaar voor de verkiezingen, dat er nog weinig belangrijke beslissingen genomen worden. Zegt men. Wij zijn overtuigd dat dat in dat dossier niet het geval zal zijn. We zijn overtuigd dat het de ambitie is van de huidige beleidsvoerders in de stad om voortgang te maken in dat dossier en inderdaad tot conclusies te komen in de loop van 2017. En we zijn overtuigd dat oppositie daarin niet zal gevoerd worden in de zin van vertragingsmanoeuvres of moeilijkheden creëren op deze weg. 2017 zal ook in het stadiondossier, denken wij, zijn we van overtuigd, ook een belangrijk punt worden waar we hopelijk met de volgende NIA-receptie heel veel kunnen over zeggen. Het is belangrijk, alle supporters van de buren willen dat, supporters van Cirkel willen dat, het stadsbestuur wil dat, en ik moet je zeggen, Brugge verdient dat. Dat die zaak opgelost is en voortgang krijgt. De inwoners van Brugge verdienen dat. En dan zullen we kunnen blijven zeggen, Brugge is inderdaad de voetbalstad in België. Met zeker ook de mooiste ploeg, heb ik zojuist gehoord. Maar dat was pas echt nieuws. Wij hopen dus dat we de volgende NIA-receptie, dat we het daar uitgebreider kunnen over hebben. Over de zaken die ik net heb aangeduid. Zaken die voor Cirkel belangrijk zijn, ook voor dit seizoen, ook voor volgend seizoen en ga maar door. Maar nu staan we werkelijk op een aantal cruciale kruispunten die we de keuze, waar we de weg moeten kiezen. Wij moeten kiezen voor een nieuw stadion. Andere keuze hebben we niet. Wij moeten kiezen voor bijkomend kapitaal. Andere keuze hebben we niet. En we blijven kiezen voor de sfeer, karakter van Cercle. Want anders, als we dat verlaten, verlaten wij onze ziel. En dat kunnen we nooit maken. Mogen wij onszelf niet aandoen en ook onze kinderen en kleinkinderen niet. In ieder geval, we hebben een jaar achter de rug wat wij becommentarieerd hebben. En waar ik eigenlijk nog zeer nadrukkelijk iedereen wil bedanken die het ganse jaar door inspanningen doet voor Cercle, in belang van Cercle en ieder op zijn eigen wijze. Bedankt medewerkers, bedankt technische staf, bedankt bestuur, bedankt algemene vergadering, bedankt supporters, bedankt sponsors, bedankt iedereen die een bijdrage geleverd heeft.
En wie ik ook wil bedanken, dat zijn de mensen die vanavond mogelijk maken dat we hier met net iets meer dan 500 mensen die ingetekend hebben, een goede receptie krijgen. Zoals mensen als ze het jaar aan dag weten dat het altijd goed is op de receptie van Cercle. Dus ook de mensen die het georganiseerd hebben, die het werk gedaan hebben, want echt waar, er waren geen kabouters die geholpen hebben. Het is allemaal menswerk geweest. Bedankt voor al diegenen die geholpen hebben en ons vanavond een gezellige en lekkere avond kunnen bieden. Bedankt mensen die gewerkt hebben eraan. Bedankt de sponsors voor vanavond. We hebben dus een jaar in het vooruitzicht met enorm veel onzekerheden, maar dat hebben we trouwens ieder jaar. Maar het enige wat ik met absolute zekerheid kan zeggen, dat is dat ik mede namens mijn collega's van bestuur, iedere van jullie families, een schitterend jaar wenst, dat we hetzelfde wensen met voorcirkelen, en we dat zullen bereiken met elkaar, voor elkaar, door elkaar en leven Cercle.